Ik ruim thuis wel een keer eens op en dan denk ik, poh, nu doe ik eens een paar weken niks en toch, de tafel is nog niet echt goed leeg of ik ben weer terug bezig. Sigroen van Einde uit Sint-Niklaas is al haar hele leven lang gepassioneerd door stroovlechten. Een eeuwenoud ambacht dat ze graag in leven houdt. Stroovlechten is van alle tijden. Vroeger was het meestal oogstsymbolen. Dat waren dingen die gemaakt werden van de laatste graanschoof. En dat werd dan een heel de winter bewaard in huis. En als ze weer gingen ploegen, dan werd dat mee ondergeploegd. Om de graangoeden goed te stemmen. Zo wordt het uitgelegd eigenlijk. Als kind heb ik dus kennis gemaakt met stroovlechten. Het waren alleen maar sterren toen. En dan later heb ik iemand leren kennen die meer van het stro afwist. En zo ben ik nu 25 jaar bezig eigenlijk. We zijn afhankelijk van het weer en de grond waar dat het graan op groeit. Want het is dus de stengels van graan. Dus we zijn afhankelijk van een boer die dat voor ons eventueel gewoon laat groeien. Alleen iets tegen onkruid erop doet. Nu wordt dat absoluut niet meer gedaan. De mensen, ze kennen het niet meer. Als je ergens, ik doe het nog weinig, maar ergens op een markt staat, dan zeggen ze, oh, dat heb ik nog nooit gezien. Dit weekend is de gelegenheid om kennis te maken met stroovlechten. Want Sigroen is een van de deelnemers aan het ambachtelijk weekend. Dit jaar is het thema aarde. Tijdens het ambachtelijk weekend kun je op verschillende locaties dus mensen aan het werk zien en vragen stellen. In de Pastoor de Meerleerstraat 94 in de Zevenster, het lokaal van Volkskunst Groep Boerkenaas. Daar zitten we met een aantal mensen die handwerk doen, zal ik maar zeggen. Vilt, calligrafie, dozen overtrekken met stof, 3D-kaarten zit erbij. En natuurlijk ook het stroovlechten. Het ambachtelijk weekend gaat door op zaterdag 19 en zondag 20 augustus. Voor een overzicht van alle locaties en meer info, surf naar ambachtelijkweekend.be.